Jules Flanders is de eerste top van de Liesvelder Brian Raap. Slag voor Brian de Raap brengt hem uiteraard op het tweede honk. Als volgende aanslag komt middenvelder Luc Visser.
cheerleader dan is de 2-0-3 slag. Als volgende aanslag, catcher Juriaan Dijk. Is de derde 0 van 8. Het team van Storks neem ik ook even met u door. In het buitenveld van links naar rechts, Brian Raap, Luc Visser en Joël Fernandez. Op het eerste honk Brian van der Glis, op het tweede honk Kelvin Knapen, op het derde honk Julian Hansen, als korte stop Steven Hetson. Dan de catcher is Julian Dijk en startwerper is Dionik Sanchez.
Is de 2-0 actie dat hij naar 1 het rechtveld weer een punt. Thank you.
Op deze hondslag van Arthur Bonaventia scoort Berend Ruben het eerste punt voor HCW. Aanslag, aangewezen slagman Rodney Daal. Is de derde nul actie 3 en daarmee beëindigen we de eerste inning. Stand HCW 1, Sport 0. Honkslag voor Brian van der Vlist. Aanslag, derde honkman Julian Hansen. Thank you.
Jürgen Hansen is de eerste nul voor van 7. En in het toestel is Brian van der Vlis de 2-0 van 7-4-3. Aanslag komt Kelvin Kater. Kelvin Kraken is de derde rol, actie 4-3. Door wie zijn de wedstrijd vandaag gesponsord? Peter Fokker gesponsord vandaag de wedstrijd vandaag. Tweede helft, tweede inning, uitslag voor HCW, derde hongbal, Kevin Jackson. Voor Kevin Dirksen. Aanslag, korte stop, Bob van der Weer. Ja.
doellijn. In dit dubbelspel is Kevin Dirksen de eerste 0 actie 5 naar 4 en Bob van der Heer de tweede 0 actie 4 naar 3. Aan slag komt catcher Pascal Zegwaard. Pascal Zegwaard bereikt het eerste honk door het geraaktwerpen. Aanslag komt tweede honkman, Vincenti Mersalina. Pascal Zegwaard is uit bij Spelen. Daarmee komt het einde aan de tweede inning. Met een opgelopen stand 1-0.
Stefan Hensen is de eerste nul, de rietslag. En dan komt de kop van de slaglijn, Joël Fernandez. Anders is de 2-0 van 9. Aanslag komt Brian Raad. En Brian Raad is de derde nul door van 2. Sander Tromp mag naar het eerste honk door geraadwerper. Aanslag komt Berend Ruben. Hey,
Is de 2-0 door van 6. Aanslag komt aan de wetenschap van Rodney Daal. Thank you.
gelegenheid voor een hoogfinaal. Aanslag maakt Kevin Geertsen. Deze twee honkslag van Kevin Geertsen scoren zowel Patrick Bok als Rocky Daal. Aanslag Bob van der Meer. Thank you.
voor Bas Kalzegmaak. Daarom op de manier op het tweede honk. En hij gaat vervolgens uit op het derde honk aan gooi 7 naar 5. Daarmee komt het einde aan de derde inning. Met de stand 6-0 in het voordeel van KCD. En dan nu de stand op de andere velden. Er zijn 3 wedstrijden gelders. In Rotterdam speelt Neptunus tegen de Blink. Ze zijn in de tweede helft van de 5e inning. En daar staat het 4 tegen 1. In Hoofddorp Nieuwiers tegen Twins. Eerste helft, 5e inning, 8 tegen 0. En in Amsterdam, Mets tegen deze Skinheid. Tweede helft, 4e inning, staat het 5 tegen 3. Aan de 4e inning aanslag voor Storks, Luc Visser. Dan is de eerste 0 4 naar 6. Voor Union Dijk noteren we Wilbersneus en Luc Visser komt op het derde honk. Dat was Brian van de Pits. Thank you.
goed. We beginnen aan de vierde inning met aanslag voor de serie bij Gently, Messina is de eerste 0 van 6. Aanslag komt Chandro Klomp. Thank you.
Thank you.
beginnen aan de vijfde inning. Aanslag voor straks, Julian Hansen. Thank you.
slag voor HCW, aangewezen slagman Rodney Daal. Voor Kevin Dirksen brengt Rocky Daal naar het tweede hok. Aanslag Bob van der Meer. Jornik Sanchez wordt vervangen door Nick Winkel met paknummer 85.
Rob van der Meer is de eerste actietrainer de 4 naar 3. De hoeklopers schuiven hun honk op en Pascal zegt naar de slag. Pascal zegt uit, is de 2-0 Drieslag. Aan slag komt Regetti Merserina. Yeah.
In het veld van HCW zien wij een wissel. Op de derde honk is Kevin Derksen vervangen door Leandro van Assagasti. Aanslag komt zo dadelijk voor Storks Joel Fernandez. Joel Fernandez is de eerste nul, actie 6 en 3. En slag komt Brian Raab. Is de 2-0 actie 4-3. Aan slag komt Luc Visser. Voor Luc Visser, zijn derde uit die slagbeurten. En slag Ibrahim Redan.
dan is de derde nul actie 1 naar 3. Bereikt het eerste honk met 4 wijd. Aanslag komt Berend Ruben. Een honkslag voor Berend Ruben brengt Christopher G. naar het tweede honk.
aanslag Patrick Bok. Is de eerste nul door Vangrijk en slag komt er opnieuw Daal. Twee omslag voor Rodney Daal. Daarop scoren Christophe G. en Beren Ruben. Patrick Bok naar het derde hok. Aanslag Leandro van der Sebastien. Een opofferingsslag van 8 voor Leandro van der Sagasti. Hierop scoort Patrick Bok. En slag komt Bok
van de Meer. Is de derde nul. Drie slag, actie 2 naar 1. Daarmee komt een einde aan deze zesde inning. Stand HCW 11, Storks 0. Thank you.
voor de Storks komt Julian Dijk. Dat is niet Julian Dijk, dat is pinch-hitter Jornes Virtually. Is de eerste 0-3 slag. Aan slag komt Joost van Berg. Is de 2-0 van 3 aanslag op Juliette Hansen. Een hokslag voor Julian Hansen. En slag komt Kelvin Knapen. Thank you.
met deze vangacht komt er een einde aan de wedstrijd die met 11-0 wordt gewonnen door HCRE. Een felicitatie aan het team. Dank aan de scheidsrechters, de heren Otsen van der Latering en Beltman, de officiële scorers, mevrouw Doornbos en de heer Duin. Nico van Uitgaarden voor het indienen van het scorebord en DJ Frankie voor de muziek. Volgende week dan spelen we tegen Amsterdam NBA Pirates. Dat doen we op donderdag en op zondag hier in Bussum. Dus hoop u allemaal weer hier in de omhoog van Marijn te zien. Thank you.
Thank you.
voor niks gedaan vandaag. Thank you.
Line shot.
Thank you.
Yeah.